beste Veldrijk-liefhebbers, graag uw aandacht voor de huldigingsplechtigheid na afloop van het zo pas betwiste Belgische veldritkampioenschap bij de heren elite categorie op deze zondag 15 januari 2023 hier in Lokeren. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît pour la cérémonie protocolaire officielle après le championnat de Belgique de cyclocross 2023 disputé aujourd'hui à Lokeren. De medailles tijdens deze plechtigheid zullen uitgereikt worden door respectievelijk de heer Luc Fontaine die de bronzen medaille gaat overhandigen, door de heer Geer Barbry die het zilver mag uitreiken en door de heer Tom van Douwe die en de gouden medaille en de tricolore kampioenentrui mag uitreiken aan de winnaar van dit kampioenschap. Tevens begroet ik op het podium ook onze vice-eerste minister en minister van Financiën Vincent van Petegem. Ik begroet onze burgemeester de heer Philip Antonis en ik begroet mevrouw Marjolein de Ridder, schepen van Sport en Jeugd. In dit kampioenschap, dames en heren, geëindigd op de derde plaats en goed voor een bronzen medaille. A la troisième place, medaille de brons, uw applaus voor Thibaut Nes. En wij begroeten op het podium ook provincie-gouverneur mevrouw Carina van Katers. Ook zij is erbij bij deze huldiging. Op de derde plaats dus, hij heeft de medaille al gekregen. Geef hem nogmaals een welverdiend applaus, Thibaut Nes. Proficiat Thibaut. Twee mannen hebben gestreden tot het bittere eind voor de titel. Deze man is uiteindelijk tweede geworden, goed voor zilver. À la deuxième place, medaille d'argent. Een oorverdovend applaus voor Laurens Zwick. Proficiat Laurens. En dan de nieuwe Belgische kampioen veldrijden bij de elite renners. Hij gaat zo meteen en de gouden medaille en de Belgische tricolore trui ontvangst nemen. Le nouveau champion Belgique, maillot tricolore en medaille d'or. Lokeren, uw applaus voor Michael van Dommert. Het is de heer Tom van Damme die namens Belgian Cycling de Belgische kampioenentrui uitreikt aan de man die eerder dit jaar ook al Europees kampioen werd en vandaag in Lokeren daar nog een tweede titel dit seizoen aan toevoegt. Na de sterren zijn het de zwart, geel en rode kleuren en de gouden medaille die hij op de kop toe bij krijgt. En zijn plaats is op het hoogste schavotje, de plaats van de Belgische kampioen Michael van Dommert. Dames en heren, wij gaan samen met u luisteren naar het Belgisch volkslied de Brabantson. Mesdames en messieurs, votre attention, s'il vous plaît, pour l'hymne national. De bloemen zien uitreiken. Onze provincie-gouverneur, mevrouw Carina van Kouter, gaat ook de medaillewinnaars feliciteren. Dat doet ook onze vice-eerste minister en minister van Financiën, Vincent van Petegem. Ook van hem komen de felicitaties aan het adres van de bronzen, zilveren en gouden medaillewinnaar. Het brons vandaag voor Thibaut Nes, het zilver voor Laurens Zwick en het goud en de titel voor de man in het midden, voor Michael van Dommert. Dikke proficiat mannen, ze gaan straks nog wel een stapje voorwaarts zetten. En u weet dat we zometeen ook nog een tweede podium gaan huldigen. Dat er zometeen ook nog een hulde komt
voor onze beste elite 2 renners. Die gaan zometeen ook op dit podium hun medailles krijgen. Hier staan de beste 3 van dit kampioenschap. We loon ze nogmaals met een laatste applaus. Timo Nijs, Laurens Week en Michael van Dunant.